Yo man. Hey man. God, ik ben brak, jongen. Jezus man. Ik dacht oprecht dat ik eieren had. Vlak voordat je aanbelde kwam ik achter dat ze weg zijn. Dus heb jij eten bij je voor me? Nee joh. Kut. Volgens mij heb jij een hele late nacht gehad. Geen commentaar. Gewoon zodra het daglicht er is, ga ik slapen, weet je wel. Het is gewoon schandalig. Oh. Kijk eens aan, jong. Zaak. Leute. Want die gehandicapte jongen gaat het doen, hè. Ik kan die eens even helpen. Ik was helemaal de pan vergeten. Hoe verneuk je een pan in één stap? Holy fucking shit. Moet je er niet wat boter op gooien of zo? Oh ja, nee, misschien. Ik zet dat ding aan, maar ik moet gewoon die pan uit. Ja, ik ben niet... Vandaag gaan wij een heel vet avontuur beleven, lieve mensen. We gaan iets doen wat iedereen heel graag zou willen op YouTube. Nu waarmaken. Het is echt super professioneel. Volgens mij is het Dionne weer, hè? Oeh. Oh, serieus? Dionne! We onderbreken deze banjo movie voor Dionne straks. Even... Dionne! Oh, ik word gebeld. Waarom? Dit is onze cameraman! Ja, sorry. Kom maar goed. Kusjes van Bardo. Vandaag gaan we dus iets doen wat heel veel mensen zouden willen. Ik ga een confrontatie opzoeken met het verleden en nog heel specifiek met het Banjo Town verleden. En laten we even naar buiten gaan, want het is hier echt kapot warm. Ben je er klaar voor, Winston, met je gele envelop? Ik ben zo blij met deze envelop. Ja, hij heeft echt 8 strafenveloppen bij zich voor vandaag. Ik krijg mijn envelop. Hey, jij krijgt mijn envelop. Daar staan hele kut dingen. Hij mag zelf bepalen wat er in de envelop staat voor mij. Wie? Hij? Ja, hij schrijft erin wat erin staat. Yo! Word alsjeblieft geen YouTuber. Voor de jeugd van tegenwoordig. Applaus! Ik zeg links, rechts, links, rechts. Schudden met die kut. Hey, hey! Het is een YouTube publiek! Ik vind wel dat je echt een mega mooie broek aan hebt. Barney die had natuurlijk de Ducky Tie. Ik ga gewoon voor de Ducky Broek. Banjo Town is nu ongeveer 3 jaar verdwenen en in die 3 jaar tijd zijn er oprecht complottheorieën verschenen op internet van mensen die zich afvragen waar Banjo Town heen is. Vandaag ga ik het hebben over één ding in de YouTube geschiedenis waar ik zelf niet zo blij mee ben. En dat is Banjo Town is dood. Maar ik denk dat dit niet echt het geval is. En ik denk dat dit gewoon een hint is dat Banjo Town weer opnieuw leven krijgt. En vandaag ga ik jullie vertellen waarom ik denk dat dit niet het einde is van ons favoriete laagkwaliteit community kanaal. En om te begrijpen waar Banjo Town ongeveer heen is gegaan, moeten we eigenlijk beginnen bij het begin. Dat is in 2012, toen Banjo Town begon. Kijk, in 2012 was Minecraft net nieuw op YouTube. Ik wou het gaan spelen, ik kende niemand om het mee te spelen. Dus vond ik Jordi, iJordi, een mede-YouTuber. Dat werd zo'n groot succes dat ik nog meer vrienden erbij betrok als een Vincent, een Rick, een Jamal, en Alwin, noem het allemaal maar op. Met Banjo Town leefden we oprecht een beetje als rocksterren. We hebben alles kunnen doen wat we wouden. Op de gathering een fucking dik feestje maken. Jaarlijks gingen we naar Keulen toe om daar door te feesten. Tot het op een gegeven moment allemaal gewoon wegviel. Banjo Town was in één keer verdwenen. Ongeveer een half jaar of een jaar later begon Banjo Town nog een keer opnieuw. Alleen dat werkte ook niet helemaal lekker. En toen het opnieuw begon was het erger ook dat we Jordi hadden dood laten gaan. Iedereen is dood! En dan, zoals jullie allemaal natuurlijk thuis weten, daarna kwam de periode van mijn film, mijn boek en een soort mentale breakdown dat Banjo Movies in één keer 3 jaar was verdwenen. Net als Banjo Town. Hij doet het nog. Ah, ik zit er echt in de zon weg te smelten. Want het hele ding is wat ik eigenlijk wil zeggen. We zijn nu 3 jaar verder. Banjo Town is uit elkaar. Ik heb nog best wel veel contact met Rick. Alleen Jordi spreek ik oprecht nooit meer. En dat is best wel heel erg kut. Want met Jordi begon Banjo Town. En toen Jordi op Banjo Town zat, zat hij geloof ik in 5 HAVO. Ik kan me best wel indenken dat het... Fuck was dat? Jordi, die appen nu ook echt letterlijk. Het lijkt net alsof je een staartje hebt. Ja. Echt? Oh, duur. Ja, van de zijkant wel. Zeker met je lok. Laat mijn haren hier buiten, wil je? Hoezo? Jouw haar is een heel groot onderdeel van dit hele gebeuren. L'Oreal, omdat je het waard bent, L'Oreal. Het hele ding is dus nu eigenlijk dat de laatste keer dat ik Jordi heb gesproken was 3 jaar geleden bij de Banjo Helpdesk. En sindsdien heb ik hem nooit meer weer gesproken. We volgen elkaar niet meer op Twitter of op Instagram. En als ik heel eerlijk ben, voel ik ook een soort gekke, rare, hele nare sfeer. En ik wil dat vandaag met Jordi de lucht uit helpen. Want als we Banjo Town terug willen brengen, moet dat als eerste opgelost zijn. En normaal boeit het me niet heel erg veel als we elkaar niet meer volgen of spreken op Instagram. Alleen Rick spreek ik nog wel, Vincent spreek ik, Juri spreek ik, Thomas spreek ik, maar Jordi, degene met wie ik dit hele avontuur begon, spreek ik niet meer, ik volg hem niet meer en er is gewoon een rare sfeer. En ik zeg het echt niet snel, maar in dit geval vind ik het gewoon heel erg kut, omdat ik samen met Jordi op vakantie ben geweest, het avontuur begon met Jordi en met hem heb ik toch op een gekke manier een soort speciale band. Dit klinkt echt zo gay. Was het je eerste vriendje? Mooi. Niet zeggen, hè. Ben ik zo verlegen van. Vorige week was er een magisch moment in de ruzie tussen mij en Jordi, want ik was namelijk aan het overstappen op Utrecht Centraal. Ik keek op mijn telefoon die daar op de grond ligt. Ik weet ook niet waarom.
Nou ja, voor het idee. En ik zag dat Jordi in de Game State was in Utrecht. 10 minuten lopen van Utrecht Centraal, dus wat deed ik? Ik ging er gewoon naartoe zonder ook mijn enige gedachten. En het was in één keer weer leuk. Ik sprak Jordi, ik gaf hem een knuffel. Ik zei, hoe is het jongen? Het was goed met hem, met mij was het goed. We hebben bijgeluld voor 10 minuten en ik moest weer weg. Toen dacht ik wel bij mezelf, weet je wat we moeten doen? We moeten gewoon gaan bijlullen. Dus ik zeg ook, jongens, kom allemaal hierheen. Aankomende donderdag laten we opnemen. Als ik op mijn horloge kijk, het is nu donderdag. Jordi is over 10 minuten bij het station, dus... Ik wist niet dat mijn boekje 3 boekjes in 1 was. We moeten dus nu Jordi ophalen bij het station. En dan ben ik heel erg benieuwd of we de eerste stappen kunnen zetten om Banjo Town terug te brengen naar haar oude glorie. Wat waarschijnlijk niet gebeurt, maar... Oh kut, audio deed het niet. Oh kut, audio stond uit. Ik krijg echt zo last van mijn arm. Moet je iets meer trainen, jongen? Ik heb een spierziekte, Christian. Vandaag kan ik Dennis moeilijk beledigen met die enveloppen zo naast hem. Oh ja. Let op je woorden. Ik heb er oprecht nooit in gekeken. Ik zie jou echt al met zo'n zaklamp er doorheen schijnen. Hopen dat je iets kunt lezen. Jordi, ik heb vertraging. Ik ben een half uur later op Deventer station. Oh nee. Echt hoor, dit is ja Banjo Town. Dit is die reunie die je wou. Ik heb er best veel zin in en ik wil ook wel weten hoe het met hem gaat. Want zelfs via Instagram krijg ik bezorgde kijkers hè, over Jordi. Die denken, hoe gaat het met Jordi? Jordi heeft al 3 jaar niet geüpload. Bardo is weg, Jordi is weg. Wat gebeurt er? Waar is Jordi? Ik wil Jordi. Iedereen van Banjo Town heeft een bericht gehad voor de duidelijkheid. Ook Jordi, ook Vincent, ook Thomas. Jordi trouwens niet, oeps. Oeps, ik besef het me nu. Vincent die moet vandaag werken, dus die kan er helaas niet bij zijn. Maak toch video's van hij is de techparkvlogger van Nederland. Yeah. Ik ben gewoon heel benieuwd ook hoe het gaat met Jordi. Nee, ik had gedacht op een hele gekke manier dat ik het wel spannend zou vinden of zo, maar het valt reuze mee. Had je me dit 2 weken geleden gevraagd, dan had ik hier echt geen zin in. Maar echt omdat ik Jordi heb gezien bij de Game State, ik weet niet. Ik ben best benieuwd hoe Jordi ook gaat reageren en zijn vandaag. Of het wordt gewoon heel erg kut en we krijgen ruzie en het is nog erger dan ik dacht. Ik hoop het niet, man. Of het wordt gewoon echt nog wel leuk, weet je wel? Ik ben benieuwd, man. Goed, laten we gaan. Let go. Hij zei gewoon op de app. Echt typisch Jordi weer. Wat een boerenkrot is dit, man. Zat hier weer te zeuren. Oh, ik ga hem ophalen, man. Ja, ik heb er zin in. En hallo iedereen. Welkom terug bij een nieuwe dinsdagtip op Biotown. Ik ben jullie gastheer, Jordi. In deze dinsdagtip krijgen wij onze eigen huisvrouw. In ieder geval... Op naar de intro. En die armen moeten boven je gezicht heel snel heen en weer kunnen. Hoe harder je schudt, hoe beter het is voor de verbranding in je armen. Dit is het huis van Jordi, zoals je kan zien. Het is mooi, het is breed. En eindelijk ben ik van hem af. Oké. Okay. Ah! Ja? Ben je dood? As you may see, you can touch it. But if you eat it, it's very not good, but you will need it to survive in the wild. Ja, peace treaty, dat we elkaar niet meer gaan vermoorden. Jawel. Burned you! Oh, nee, dit lava, wat is dit? Ah, nee! Au! Daar zat al het belangrijke spul in! Oh, nee! Kut! Hoe kan dit gebeuren? Christian. Hi, man. Christian. Hey, man. Ben je ook homo? Ja, altijd. Ik deel zo meteen wel mijn Grindr-account met je. Jouw Grindr, mijn Grindr. Ja, is het dan een smoke-programma van wiet of is het een homo-programma? Jouw Grindr, mijn Grindr. Ja, haar ziet er niet heel veel beter uit vergeleken met die ene show. Zo, het begint al goed, jongens. Is het zo erg, ja. Ja weet je, ik besef me dus. Ja? Nu heb jij in één keer het korte haar en ik heb het lange haar. Ja. En je hebt gezichtsbeharing gekregen. Ja, what the fuck, hè? En er zaten gewoon 5 haren hier zo, hè, op mijn wang. Maar... 5! Ik heb verteld. Weet je wat grappig is? Wat je daar hebt? Zou ik mijn balzak laten zien? Dat is een beetje hetzelfde. Ja, Rick had hij toch gezien? Rick? Ja, dat zei hij toch? Mijn penis bedoel je? Ja, ja. Ja, dat verhaal. Ook je penis heb gezien. Heb je mijn penis gezien? Waar op de wc is. Er wordt dus al een soort trailring die je om je penis kan doen. Ja. En we gaven hem de ring en die gast pakte alleen zijn pik uit zijn broek. En deed hem om. Ik deed het niet in beeld. Niet in beeld, maar ik zag je pik wel. Je ziet hem ook niet. Ik had hem ook niet gezien. Ik stond er recht voor. Je ziet mijn penis nee, niet, hè? Ik zag je penis ook. Ik stond er recht voor, hè. Ik zeg echt? Van, ik heb je penis gezien. Of hij moet erin hebben zitten gluren. Ja, precies. Echt helemaal zo van boven. Want je zat gewoon zo, weet je. Het is knap, want als ik mijn broek uitdoe bij mijn vriendin, zelfs zij ziet dan mijn penis niet. Zo klein is hij. Kijk wie ik heb meegenomen. Oh, Christian, wat ben je veranderd? Dat is lang geleden, man. Nee. Jij bent de Jordi van Banjo Movies en jij bent de Dennis van Banjo Town. Weet je waarom ik dit al niet meer heb gedaan? Ja, ik dus ook niet, dat is het hele ding. Dit is gewoon ook voor het eerst sinds zoveel jaar dat je hier zit gewoon. Dat was ook met Rick, toch? Ja, en met Jordi, volgens mij. Jordi? Jordi was er ook bij toen. Ja, Vincent was er niet. Vincent.
Dat is toch wel interessant wat hij daar aan doen is, hè? Ik ben ook wel zoiets van. Ja, sorry, het gesprek boeide me niet en ik had het woord stikken. Is het lekker? Nee. Ga rustig verder met je. Nee, ik ga Weet ik ook dat jij je broek weg hebt gegeven op de Burning. Ja, daar had ik het laatst ook nog over. Dat is echt absurd waarom ze dat hebben toegelaten. Ilko, waarom? Wij stonden als Biotown achter de schermen bij de Gathering en we zien voor ons was geloof ik DDG. Ja, ja. En vier dozen komen hun podium op, hè. Hier, PlayStation 4, Xbox One, jij en Wii U. Wij stonden daar van, ja kut, wat moeten we doen? We hebben helemaal niks. Dus toen zeiden we ook van, ja, wie kan wat weggeven? En toen was Jordi degene die zei, ja, ik geef mijn broek wel weg. Ja, serieus, wat de fuck ging er in je hoofd om te denken zo van, nou, laat ik Jordi zijn broek weggeven op het podium. Dat was ook zo helemaal achter de schermen zo van, oh nee, is helemaal goed, die kinderen vinden het echt super leuk. Ik bedoel, ik heb dat ding tussen je benen gezien, en als die kinderen dat zien, vinden ze helemaal goed, krijgen we alleen maar meer kijkers. Ik heb dus ook een foto gehad van dat hij dus thuis lag bij iemand. Hij heeft hem gewoon serieus meegenomen. En kennelijk heeft hij hem nog steeds volgens mij. Wordt hij ook gedragen? Nee, dat denk ik niet. Daar ga ik niet vanuit. Ik hoop het niet. Die periode kreeg je fucking veel abonnees. Jij werd net zoals Banjotown en ik. We werden allemaal in één keer heel groot. Jij was volgens mij 16 jaar toen. Op een gegeven moment krijg je zoveel abonnees. Krijg je zo'n ego boost. En dan denk je zo van, ah, ik kan alles hebben, weet je. Ja. In theorie was dat ook wel even fijn. Maar in praktijk werkte dat natuurlijk heel erg anders als je met andere mensen ging communiceren. Precies. Ik lag heel vaak in de clinch met andere YouTubers. Ja, dat denk ik. Jij was echt een ruziemaker. Ja. Jij was op een gegeven moment best ergens toe naar een pretpark of zo. Met je ex. Ik heb je toen nog gebeld zo van, ja, David is boos om omdat ik homo zei. Mijn carrière werd gewoon zo beïnvloed door jou en Rick. Weet je, ook op de Gathering, dan kwamen kinderen naar me toe en dan stond er gewoon een hakenkruis met een spermapik en dan stond er Rick Serpent Gameplay, I Jordi Banjotown. Dat ik dacht, nee, hier word ik niet bij. Ik heb nog steeds een berichtje van Ilko van de organisator van Dutch of Gathering in mijn DM staan op Twitter. Waarop die vraag, waren die hakenkruis op de Dutch of Gathering van jou? Nooit op gereageerd. Uiteindelijk in deze hele periode zoveel gezeik. We gingen ook naar Keulen op een gegeven moment toe. En in Keulen heb ik alle video's, waren een stuk 24, heb ik er daar zoveel van moeten monteren dat ik er scheidziek van werd. En dus Banjotown stopte eigenlijk. Ja, jij deed in dat geval wel het meeste werk. We vonden dat ook wel terecht omdat het een beetje jouw kanaal was. Van mijn kant had ik zoiets van, ja, als jullie helemaal niks doen, oké, dan doe ik het helemaal zelf. En dan hou ik alles ook zelf. En van jullie kant snap ik ook, ja, als wij dan uiteindelijk alleen maar reiskostenvergoeding krijgen, ja, fuck dan maar op met je kanaal. Dat snap ik ook. En dat ik ook zoiets had van, ja, als ik echt alles moet editen wat jullie opnemen, ja, dan dat stopt het. Ja. Dan ga ik liever verder met Banjo Movies. Ja, dat is een goede keuze uiteindelijk geweest. Vind ik het wel, want Banjotown is op een gegeven moment zijn we... We zijn van heel erg origineel en heel erg... Hoe zeg ik het? Ja, we waren niet verwachten. Banjotown was altijd het kanaal wat tegendraads was, anders was. Dat als iedereen ging gamen op een bepaalde manier met Slender, dan trokken wij onze kleren uit en gingen we naakt zitten bij Slender. Slendertubbies was het volgens mij. Slendertubbies. Je zou het maar nadoen met je gamekanaal met drie blote jongens die dit spel spelen. Ja. Mijn duimpje omhoog heb je dan wel verdiend, zeg maar. Ja, als iemand dit naapt, ik zou het echt geweldig vinden. Ja, ik zeg je heel eerlijk, ik heb me daar dus best toch wel kut over gevoeld. Want ik denk dus bij mezelf, jij zet je school op, jij gaat vol op YouTube. Je bent voor Banjotown, heb je al dat succes. En op een gegeven moment zegt Bardo, joh, ik stop met Banjotown, ik ben er klaar mee. Jij hebt geen school. En is het, ik bedoel, is dat voor jou kut geweest of niet? Want ik ben best wel heb ik het gevoel bij mezelf van, dat ik je misschien heb laten vallen daarin. Dat als jij je droom wou waarmaken, Banjotown stopt in één keer. En dan stop ik ook met contact, want wij hebben echt 3-4 jaar lang geen contact gehad ook. We volgen elkaar ook niet op Twitter en op Instagram meer. Dus nee, ja, klopt. Nee, het punt is, met Twitter, ik ben echt een autist als het erop aankomt. Ik wil mijn timeline overzichtelijk houden. En mensen zoals Rick bijvoorbeeld, die volg ik wel, maar die staan op muted. Op een gegeven moment heb ik je wel weer gevolgd en toen dacht ik zo van, ah, nou, weet je, het is toch misschien ook wel een beetje te dichtbij, zeg maar, omdat ik op een gegeven moment zoiets had van, nou, ik mis dat ook wel aan de ene kant op YouTube gebeuren, dus ik, ja, ik weet niet, distancieer me er een beetje van. Oprecht omdat je het mist. Ik dacht juist omdat je het juist haat, omdat je denkt van, ja, kut. Nee, ik heb het nooit gehaat. Punt wat je net ook zei, dat je mij hebt laten vallen, ik heb mijn droom wel waargemaakt in dat punt. Ik heb iets gedaan wat menig ander persoon, nee, wel dankzij jou ben ik ook heel eerlijk in, maar ik heb wel iets gedaan wat menig ander persoon niet heeft kunnen doen en ik heb dat op een leuke manier gedaan voor mij op dat moment. Ja. Het heeft mij ook geholpen, ik vond het super leuk om te doen, maar ik weet dat het ook realistisch is om naar iets anders te gaan kijken nu en daar iets van te maken. Zou je niet meer terug gaan op YouTube? Ik wil nog wel terug op YouTube, maar misschien op een wat serieuzere wijze en ik weet niet of het me aangepakken. Zoals wij het nu doen eigenlijk. Eigenlijk, ik vind het belangrijk dat mensen, ook gewoon jongeren, begrijpen dat iedereen
Iedereen heeft een andere mening. Neonazis bijvoorbeeld. Weet je, kunnen nog zulke aardige mensen zijn. Ik ben zo scheidziek over dit nazi-gelul. Nee, maar ik kan me er niet in vinden. Ik kan me er sowieso niet in vinden. Maar het is gewoon, voor mij is het belangrijk dat we toch die mensen op een soort van manier toch kunnen respecteren. Weet je, hoe erg de mening ook is. Snap je? Nee, ik snap dat vind ik belangrijk. Ik verwacht nu echt duizenden nazi-comments op een dag gewoon. Weet je. Ja. Volg mij vooral, ik ben extreem rechts. Heb je nog spijt van dit hele YouTube-gelul? Ik weet het verleden en ik dacht oprecht af en toe wel eens van, heb ik nou ruzie met Jordi of niet? Heeft hij overal spijt van of niet? Heb je het gevoel dat je hebt gefaald dan? Nee. Had ik wel. Omdat het op een gegeven moment helemaal naar beneden ging. Ik denk, nou, dit is het. Dit is het einde. Was dat voor of na dat Bayern daar stopte? Dat was wel, denk ik, erna. Ik kan me ergens herinneren, in eind 2015 merkte ik het al een beetje. En toen ben ik langzaam, want toen ben ik ook gaan werken, zeg maar. En dat heeft, op een gegeven moment merkte ik zo van, nou oké, weet je, dit levert gewoon meer op. Dus daar kan ik meer tijd in investeren en dan... Met alle respect, toen mag je niet zeggen, maar een beetje een deuk in je ego. Ja, zeker. Nee, ik had op een gegeven moment, kijk het punt. Op een gegeven moment kreeg ik een ego. Ik kon me allemaal helemaal niks meer boeien. Dat was zo top. Dat was echt top. Mensen keken naar me op YouTube. Mensen vonden mij interessant om wie ik was. Mm-hmm. Dus je gaat wel gewoon van een gillende menigte op de gathering naar in één keer een echt vaste baan achter een kantoor, zeg maar. Ja. Vaker word ik geconfronteerd dat ik op mijn kanaal kijk en denk van, goh, wat voor stomme dingen heb ik gedaan en... Nou, Minecraft is het. Ja. Nou, van Minecraft ben ik denk nog wel het minst dat ik zoiets heb van, nou, wat stom dat ik het heb gedaan. Mensen vonden het wel leuk, dus ik heb zoiets van, ik ben klaar met dat. Ik wil dat hoofdstuk af kunnen sluiten en ik wil gewoon een soort van opnieuw kunnen beginnen met de kennis die ik heb. Dan wordt het waarschijnlijk niet meer zo populair, maar dat interesseert me eigenlijk vrij weinig. Je moet jezelf iedere keer blijven opnieuw uitvinden. Ja. En dat is het punt wat de meeste YouTubers volgens mij ook gek maakt. Dat je iedere keer, je moet vernieuwend zijn, iedere keer weer. Ik heb mijn piek gehad. Ja. Ik zie onwijs veel andere YouTubers die dat ook hebben, een piek. En inderdaad verdwaald raken in een ego. Ik wil spicy, ik wil juice, ja. Ik was spicy, wil je spicy? Op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, ik vind Rick echt kut content maken, jongen. Echt waar? Ja, heb ik gedacht, maar dat was jaloezie. Ik heb gewoon gezegd dat ik wel jaloers was op een gegeven moment toen ik ging dalen. En hij bleef op dat punt zitten. En toen dacht ik, ja, kut. Godverdomme, Rick. Jij stond altijd voor, jij liep ver voor op Rick. Ik liep voor. En op een gegeven moment heeft hij me ingehaald, had ik zoiets van, nou, ik haal nog wel terug in. Is niet gebeurd. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Nee. En daar was echt de afgelopen keer dat wij in die stream zaten van Rick, kwam toch één ding voorbij waarvan ik nog steeds wel een beetje geschrokken ben. Oh, je gaat hier over hebben. Ja, nu denk ik dat je gezoend hebt met een jongen. Ja, dat heb ik gedaan. Wauw, ik ben helemaal wauw. Dat is raar, hè? Iedereen noemt me altijd de homo van Biotown. Misschien is het toch wel een beetje. Op een gegeven moment had ik ook zoiets van, ja, het is uit met mijn vriendin en ik ben dat vrouwengezeik een beetje zat. Zo zat ik serieus in mijn hoofd, zeg maar. En toen dacht ik, nou, misschien dat een man mij beter begrijpt. Nou, dat viel heel erg tegen. Er zat geen passie achter, zeg maar. Het was zo van even lekker neukje doen, zeg maar, of zo. Daar kwam die eerder op. Hoe heb je hem ontmoet? Ja, wat denk je? Wat is het makkelijkste mannen te ontmoeten? We hebben het vandaag nog over gehad. Een YouTube-kanaal beginnen en jezelf Banjotown noemen? Dat kan. Of Grindr. Oh, ja, serieus, Grindr. Ik zit me net te bedenken, je stapte net de auto en ik maakte een grapje over Grindr. Hoi, hey, Christian. Hey, man. Ben je ook homo? Ja, altijd. Ik deel zometeen wel mijn Grindr account met je. Ja, sorry. Dat maakt niet uit. Ben jij hetero, bi of... Ik zet me zelf niet in een kastje. Dan komt hij uit het kastje. Dit vind ik ook een van de dingen die ik zo belangrijk vind, wat ik eigenlijk aan mensen mee wil geven. Is dat je hoeft jezelf niet in een kastje te plaatsen. Je bent gewoon wie je bent. Maakt het uit wat andere mensen van jou vinden. Ja. Natuurlijk is voor sommige mensen is het wel fijn om een bepaald kastje te hebben waar je jezelf in kan vinden. Waarin je jezelf er ook wat beter door kan uiten. Maar als ik op een gegeven moment een leuke jongen ontmoet, waar het gewoon allemaal bij klikt, waar het allemaal bij klopt. Waarom ook niet, weet je? Dat maakt mij echt totaal niet uit. Het was nou niet echt iets waarvan ik zeg, wow, nog een keer doen. Maar ik vroeg mezelf het altijd af, zeg maar, of het toch iets... maar ik vind het wel een beetje gay. Als jij dan de homo-gemeenschap ingaat, als je daar gaat integreren, kan je dan één dingetje voor mij doen? Vraag of hun alsjeblieft ABBA willen teruggeven. Ik wil gewoon ABBA! Ik wil mijn Dancing Queen inderdaad. Ja, ik wil ABBA het Eurovisie Songfestival, die wil ik hebben. En dan mogen we George Michael houden. Dat is een fair deal. Kan je dat volgende keer gewoon vragen? Ja, gewoon even. Hey, niet om het een of ander, maar we willen heel graag ABBA. Ik ben ook bang dat langzamerhand Enrique Iglesias wordt afgepakt nu. Ja, dat is en daar blijven ze helemaal vanaf. Waar komt om aan Enrique te... Is dat gebeurd? Is al gebeurd, sowieso. Heb je al gezien, man?
Ah, helaas. Pak hem alles af. Ja, hè? Als jij echt homo wordt, dan... Ja. Ik vind het een leuke grap om te maken, maar ik kan ik voel er echt helemaal niks bij als je dat doet, hè? Dat is raar. Terwijl als je het van, oeh, het voelt zo. Ja, nee, Eerlijk is eerlijk, had ik gedacht dat je misschien eerder met deze ruzie, zo staat hij ook bij mij als ruzie, dat we elkaar niet volgen en alles juist om de haat is. En ik vind het juist wel cool dat het eerder met heimwee is, dat je het niet doet. Natuurlijk, ik had het er net ook met jou over dat ik wel wat video's heb teruggekeken. Ik vind dat wel leuk om terug te zien. Dat ben ik, zeg maar, die daar staat. Dat, zeg maar, dat is zo raar om te zien. Dat zie je opeens van een hele andere perspectief. Heb je het gevoel dat je veel veranderd bent? Of? Ja, zeker. Ja? Ja, echt wel. Ik was heel erg negatief. Eigenlijk was dat niet echt wie ik was. Dat was eigenlijk een heel gevoelig jongen. En dat heeft dat ego altijd een beetje aan de kant gezet, zeg maar. Zo van, ja, kan me allemaal niks boeien. We hebben nu 2 jaar ruzie gehad, waarin we ook niet praten, elkaar niet volgen. Dat ik ook echt internet een stuk moest opnemen. Dat ik dacht van, hebben we nou echt de ruzie of is het neppe ruzie? Toch wat onwenniger, weet je. Bij Jor en Rick voelde het wat natuurlijker. Ja, dat snap ik. Ja, het is voor mij ook best wel moeilijk om er opeens wel weer in te stappen, zeg maar. Maar ik vind het ook wel, ik vind het heel raar en eigenlijk ook wel weer een soort van bevredigend. Dat er een camera op mijn gezicht staat. Ja, vind je het fijn? Ja, ik vind het heel, ik krijg een harde lul van. Ja, ik zie het daar, ja. Sowieso. Godverdomme. Maar, je ziet dat saté-sprikkertje daaronder, jongen. Ja. Weet je wat we gaan doen, jongens? Dit is de grote finale vraag die we natuurlijk moeten stellen aan Jordi. Want hoe sta jij er tegenover dat Biotown terugkomt als een vriendengroepje? 1 keer in de 3 maanden. Ja, heel eerlijk, we hebben het hier natuurlijk wel een beetje over gehad. Hè. Dat is natuurlijk niet iets wat ik nu bij ja of nee kan zeggen. Hè. Ik kon het wel weer niet houden. Ja, doet hij heel erg spectaculair nu, maar het is niet de eerste vraag, de eerste keer dat hij het stelt. Ik sta er voor open, zeker. Maar het Biotown kanaal, dat moet gewoon dood blijven. Dat is... Helemaal mee eens. Ja, helemaal dat kan ook volgens mij niet anders meer, van wat ik heb gehoord, maar... In ieder geval ga ik even een bro-hug ook geven. Nee, hier. Okay. Makkelijk Wow. Echt heel gay. Als jij zegt het is echt heel gay, dat is echt heel erg gay. Nou moet je oppassen, hè, met mij. Dit gesprek wat wij nu hebben gehad is denk ik de allereerste belangrijke stap om dat kanaal terug te krijgen. Ja. Het is behoorlijk geflopt, want we hebben hele erge ruzie. Ja, heel erg. Ja, oh, echt, heel erg. 2 jaar lang, hè. Goed nieuws, Rick komt eraan. Yes. Die is nu, as we speak, om 3 uur komt hij aan. Dat is dus echt met een kwartiertje. Wat ik ga voorstellen is om jou naar het station te sturen. En dan wil ik met jou, twijfel ik, of we gaan Rick pranken, of we gaan 1 keertje Minecraften zoals we dat vroeger deden. Geef vooral thuis even een like en abonneer hier beneden. En dan zien we jullie in de volgende video met Rick van Minecraft. Ja, zo excited ben ik eigenlijk helemaal niet. We snappen nu waarom we bij je naar de stop zijn. Ga naar binnen voor de vlaggen. Wat zijn de vlaggen? De muziek! De muziek! Wat is dit dan? Er is ook echt muziek. Welkom terug bij Banjo Town. Ah, ja. Banjo Town, zoals het echt bedoeld is. Eén groot nazi bolwerk. Oh, hoe ben jij met de kinderen die doneren? Dolop. Als je nog een kleine scoop wil, ik date momenteel van Louise. Ik ook. Spreekt u naam tonen. Ik heb een gezin gebeld. Wow, what the fuck was dat? Zijn we nog dicht dan? Oh nee. Als ze echt dicht zijn, dan weg. Like en abonneer.